Dag dikke mevrouw, leuk dat u mij uitlacht en dat ik inderdaad een SM-pakje aan heb. Maar ik weet het, ik moet het uittrekken en of dat gaat lukken, ik weet het niet. Tot na het intro van Postal 2. Oké, people, let's go to work. Oké, mensen, welkom. En als ik op één klik, nummerlok 1, dan schakelt mijn game terug voor de opname. Maar ik rook ook een pijpie. Dat moet maar niet te vaak doen. Even kijken, we gaan een kerstboom halen. Want het is natuurlijk gewoon YOLO, het is nog geen kerstmus. Maar hier kan ik denk ik iets halen. Fire in the hole. Hier binnenin? Moet ik echt hier naar binnen? Het staat wel van dat ik hier naar binnen moet voor een kerstboom. Ik ga gewoon kijken. Dat is die hele rare club. Ik ben hier niet graag. En ik snap niet waarom je hier een kerstboom zou kunnen halen. Wat is hier? Ja, ik weet het, mensen. Ik moet een pakje uitkrijgen. Maar ik weet niet hoe dat moet. Ik kan wel hier tussen staan trouwens. Want er staat nog iemand hier. Hallo, ik hoor bij jou. Ik hoor bij jou. Ik moet hier niet heen. Weg uit die club. Ik moet echt goed kijken. Want laundry. Christmas tree. Oh, dat moet niet hier. Even kijken, wat is laundry? Ik moet hier achter kijken, wat is hier zo aan de hand? Hallo? Waarom staan die gasten mij zo hier op te wachten? Ik vertrouw jullie niet. Waarom? Jullie zien eruit van dat ik dadelijk zeg maar... Is er een circus in town? Fuck jou. Zit me niet uit te lachen, ik moet mijn kleding ophalen. Oh, mijn kleding op... Ik moet mijn kleding ophalen, waar kan mijn kleding ophalen? Oh, een lekkere snoepautomaat. Oké, ik ga naar die meneer toe. And come again. Enter to wear dude clothes. Yes! Ik heb weer mijn normale kleding. Kan ik het in de spiegel kijken? Maakt niet uit, we hebben gewoon onze eigen kleding aan. Next. Mooi zo. We gaan het volgende doen. Kan ik trouwens in de spiegel kijken? Ik ga niet bij hem kijken, er liggen wel echt allemaal kleding op de grond. Hebben we geen spiegel? Nee, natuurlijk niet. Kan ik geen blikje Coca-Cola? Is dit gewoon dikke reclame? Nee, dit is... Crack cola. Oké. Okay. Hallo, ik ben weer normaal. Haha, probeer me nou maar uit te lachen. Zo. Oh, politie. Shit. Politie, ik had niet moeten pissen over die vrouw. Oké, okay, dat maakt het wel spannend, weet je. Als de politie achter ons aangaat, ik vind het helemaal mooi. Oh, dat was een cactus. Oh, er ligt allemaal bloed op de grond ook. Politie achter me aan. Stand still to be cuffed. Nou, ik wil niet opgepakt worden. We gaan kijken waar we heen gaan. We gaan deze weg volgen naar beneden. Is helemaal goed. Stop right there. Nee, ik ga niet stoppen. Doei! Spannend. Stop or shoot. Oh-oh. Zo, dikke onderkin, jongen. Die man. Prachtig. Dag, bewoner van de politie. Doeg! Waar moet ik heen? Parkhofcentrum. Ik loop de verkeerde kant op. Shit! Kunnen we daar wel naartoe? Nee, de weg is afgesloten. Dag mevrouw, hallo. Dag meneer, hallo. Waar moet ik heen? Hier naar links, kan ik daar naar links? Loop ik niet dood daar? Het ziet eruit alsof het... Ik zie hem weglopen en ik kan die weg niet eens uitlopen. Hoe kan dat nou? Moet ik teruglopen? Hallo mevrouw. Oh, je hand. Oh, die heeft een wapen in zijn hand, ik zag het. Hallo meneer, je hebt een wapen in je hand. Doei. En het gaat laden. We gaan richting de Christmas tree. Ik snap niet waarom we een kerstboom echt moeten halen, weet je? Ik snap het niet. Er is ook dat bord nog steeds. Your parents are going to die. Je ouders worden vermoord. Door dat blije mannetje. Het is gewoon een dreigement natuurlijk. Dikke reclame. Dat is wel echt hele slechte reclame, hoor. Als je mensen gaat dreigen. Olifantje. Earl Elephant. Moet ik serieus richting een politiecentrum? Station. Ik word gepakt, ik word gezocht. En ik moet gaan naar het politiestation lopen. Dat is echt niet goed. Maar ja, eigen keus. We moeten naar de Christmas tree. We zien trouwens voor mij nu wel een nieuw stukje van de map, denk ik. Ik weet niet of we hier al eerder zijn geweest. Ik kan het me niet herinneren. Dat zijn... Heb ik een wapen? Ja, ik heb wel een wapen. Oh, ik heb genoeg wapens. Ik ga langs het politiestation. Ik ga niet naar binnen natuurlijk, logisch. De eerste volgende gaan we daar naar links. Got the scumbag right here.
Oh my god, die staan heel veel. Niet schieten alsjeblieft, anders schiet ik je. Niet schieten, niet schieten. Weg. Ik waarschuw één keer, hè. Wow, wat een hoop mensen hier. Wat is hier aan de hand? Nee, hij schiet. Jij mag niet schieten. Als hij schiet, dan schiet ik hem terug. Hij schiet. Oh, ze schieten. Anderen schieten. Ik loop nu de goede kant op. Mooi zo. Het wapen trek ik weg. Ik heb ook granaten. 13 granaten, hé. Ik dacht eerst dat ik gewoon geen genoeg wapens had. Maar ik heb gewoon genoeg wapens. Welke kant gaan we op? We zijn er bijna. De Christmas tree kunnen we hier ophalen. En gelijk een nieuw stukje van de map. Christmas trees. Nou, alsof het, hè. Ik zie geen politie in de buurt. Het is veilig. Ik hoop ook dat die politiemeter die hier zo onder mij staat, onder mijn leven, dat dat ook een beetje mindert. Dat hoop ik, dat denk ik wel. La 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 la, that's amore. Is dat politie daar? Nee, het is veilig. Hier moet ik naar de Christmas tree. En ik zie daar nog een bordje. Ik moet gewoon bordjes volgen. Hier, Christmas tree, links. En waarvan is dit gemaakt? Van een bord of zo? Van zo'n plastic bordje hebben ze geplakt aan een paaltje. Heel goedkoop, maar... Deze brug zag er niet echt stevig uit. Christmas tree. Nou, het staat er nog steeds. Je kan ook maar één weg op, zeg maar. Je kan maar één kant uit. Wat doet die poes hier? Opzouten. Wat is dit? Hallo. Ik stel even wat honden... Ik schrik me dood. Doe normaal. Ik stel gewoon wat pizza. Oh, er zitten mensen te picknicken, joh. Maar die zitten niet. Die staan gewoon bij de picknickmand. Hallo, lief hondje. Jethro's Peace Tree Emporia. Oké, hier moeten we, gaan we naar binnen. Oh, gaan we hem ommaken zelf? Too dry, te droog. Oké, we hebben een beetje een natte nodig. Not that one. Shit, we moeten echt gaan... Not that one. Ook niet. Hey, mevrouw. Nope. Nou, ook niet. Die daarachter, dat is een mooie Christmas tree dit. I don't think so. Oh my god, kom op. Dat is een kleintje, die kan ik makkelijk meenemen. You gotta be fucking kidding. Hebben we nog meer? Oh, hier zijn ze aan het... Nee, joh. This must be the one. Oké, echt. Fucking random. I hope the bitch appreciates the trouble I went to. Time to head home. We gaan naar huis en ik hoop dat het veilig kan zonder probleem. He's looking at my favorite Christmas tree, Earl. What do you think we should do, Billy Joe Bob? We gonna do it here? Let's open his Christmas package early, Billy Joe Bob. Shit. I'm gonna make him squeal like a chicken. Whoop, whoop. Yeah. Oh, holy shit. Weg, jongens. Ze gaan dus op me schieten in één keer uit het niets. Terwijl ik dat niet om heb gevraagd en zo en shit. En nu gaan ze dus mij schieten. Vandaar al die picknickmandjes. En waar liggen ze? Daar. Weg. Ik heb zijn wapen afgeschoten. Nou runt hij weg. You cry like a bitch. Only my weapon understands me. Only my weapon understands me. Dat is echt een heel slecht wapen. Huppakee. Kom maar. I knew that stuff wasn't good for me. Oh, mijn hart gaat helemaal trippen, je ziet. Waar moeten wij? We moeten naar huis. Dus we gaan op zich de goede kant op. Maar waar kunnen we naar huis? Ik weet hem niet meer uit mijn hoofd te vinden namelijk. Dat is wel een beetje vervelend dit. Staat er nog iemand bij me te wachten? Oké, mijn pistool schoot erop. Beetje jammer. Ik kan heel moeilijk inzoomen met dit wapen. Dat vind ik een beetje balen van dit, van deze... Shit. AK, Uzi, hoe je het wil noemen. Ik kon iemand schieten. Wie is het? Withdraw is a bitch. Waar kunnen we heen? Kijk deze kant op. Yes! Yes! Ik dacht het al. God. Ik zeg wat een morsje daar. Allemaal poep. Jump house. To decorate it. Yeah, it was pretty cheap since it's July and all. Well, I hope you voted today. Your choices will affect the future.
You don't say. What was that? I said, do we have any beer? I worked up a killer thirst today. Hij zegt zo van, ja, het was mazzel dat, omdat het juli is, is de kerstboom goedkoper. Fucking droog. Het is donderdag. Een nieuwe dag, een nieuwe kans, een nieuwe ronde. We gaan er gewoon voor. Ik hoor weer Champ, maar ik zie Champ nooit. Wat moeten we doen? Ik ben benieuwd. Cat napalm? Oké, dat is een soort bier misschien? In de factory? We moeten get crutchy? Ik ken het niet. Misschien een shippy of zo? Klinkt als een shippy. And steaks for the Psychotic Friends Network barbecue. Now where is that? Guess I need to go here for that. But how much trouble can I get into at a police station? Let's see. And ready, go. Ready, go. Ik denk dat we eerst maar even naar het politiecentrum gaan. En waarom? Holy shit. Oh, wat heb ik hier? Een radar? Heb ik een radar? Wat? Oh, wow. Kijk dit. Dat is wel gaaf. Het leger? Wat doet het leger hier in één keer? Wat is aan de hand? Wat is hier aan de hand, jongens? Wordt er geschoten? Oh shit. Het leger komt achter me aan, want ik een wapen trok. Oh shit. Rennen. Ik ga ook de verkeerde kant op. Politie achter me aan? Godverdomme, ik moet naar het politiestation. We gaan eerst de steaks halen. Meat World. Meet me at Meat World. Oké, die politie rijdt nog steeds achter me aan. Of die loopt achter me aan. Moet ik daar naar boven? Ja, er staat wel Meat World. Meet me at Meat World. Ik denk dat we daarin moeten hoor. Volg gewoon de bordjes. Ja, daar loopt iemand achter me aan, hè? Ja, er loopt politie achter me aan. Waarom doen jullie dit me aan? Meat World. Hier is Meat World. Haal ik hier steaks? Ik denk het wel. Oh, moet ik die politie gaan doodschieten? Dat is wel heel vervelend, hè? Zou ik het gewoon doen? Ja, ik doe het maar gewoon, want ik vind ze echt fucking irritant. Goed zo. Je redt niks schieten, die politie. Mooi. Afleiden die af. We gaan niet naar binnen, we gaan steaks halen. Doe maar dicht. Waar halen we steaks? Oh, let op. Hey Ayatollah, how about some service over here? Hoe dit afloopt, zie je in de volgende aflevering van Postal. Tot ziens!